dacht, laat ik namelijk gaan vloggen. Want ik sta namelijk in ons nieuwe huisje. Yay! Nou, we moeten opleiden, we gaan samen wonen. Oh, ik noem Colin trouwens altijd Rini. Dan weten jullie dat, want het is namelijk de afkorting van Carillo. En Carillo is schatje in het Spaans. Het is niet de afkorting van Carillo. Oké, ik noem hem eerst Carillo. Het is gewoon het woord schatje, betekent Carillo. Carillo. Ja, en toen maakte ik er Carini van. En toen was het te lang, dus toen maakte ik er Rien van. En nu wordt het soms Rini of Rini. Dus dan weten jullie dat. En ik dacht, ik ga nu al mijn huisje laten zien. Eventjes meenemen naar waar we spulletjes gaan kopen en ja, wat voor vloer we erin gaan leggen en wat voor gordijnen. Ik dacht, ja, het is wel leuk om jullie mee te nemen in ja, in de verhuizing. In de verhuizing, hoe zeg je dat? Gewoon om jullie mee te nemen in onze home adventure. In onze home. Oké, laten we gewoon Nederlands praten, want ik kan ook helemaal geen Engels. Hey, cool! Ze hebben daar een basketbalveld op het dak. Ja, dat weet ik. Dat wist ik niet. Wacht, ik ga het laten zien. Hoe moet ik het? Oh, niet zo. Kijk nou. Maar in ieder geval, ik dacht, laat ik jullie gewoon meenemen in ons huisjesavontuur. En om jullie te inspireren met leuke woonideeën en dat soort dingetjes. Welcome to our crib! Yay! Nou, dit is jullie cadeau. Ik heb vreten voor jullie gekocht. Wat lief. Colin is even alles aan het opmeten. Past het, Col? Wat een mooi huis. Lekker licht zo. Leuk, hè? Ja, je hebt één kamer gezien. Ja, dat heb ik. Wat we hier hebben staan. Ik kijk mijn haar ook. Nee. Mijn luchtbed hebben we al opgehaald. Kijk, wat we kunnen doen. Welkom in mijn huis! Hey! Hey. Wat leuk! Leuk, hè? Auw! Hey, gaat helemaal in. Hij vindt het helemaal leuk. Was goed, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Zo schattig. Kijk nou! Hij is helemaal blij. Hij durft. Kijk, hè? Nieuwe woning. Ah, leuk. En ik heb deze meegenomen. Ja, maar ik drink niet. Oh, lekker. Jawel, we drinken wel. Omdat de camera aan staat, zeg ik dat. Nee, nog ze weten gelijk hoe je bent. Voorlezen. Wel een kamertje voor Jonah luchtbed. Ja. Morgen jongens, het is alweer de volgende dag. Cole komt mij straks halen en dan gaan we naar de Action en we gaan naar de Gamma volgens mij om even wat spullen te halen. En in de middag komt er even een aannemer om te kijken naar de vloer. Ja, ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een truitje aan van Missguided met een joggingbroek van Missguided. En ik draag daarbij mijn Adidas Oswego sneakers. En ik heb dan ook nog mijn Prada tasje erbij. Dus ja, hij komt mij straks halen en dan zal ik jullie even meenemen in de winkels. Misschien wel veel leuke koopjes laten zien in de Action. Mijn favoriete winkel. Tot zo. Ben je wakker? Ik zeg nog niet waar veel, ik ben moe. Hij is moe, hij heeft even geen zin. Maar ik heb wel zin om naar de Action te gaan.
Ik ben echt fan van Action geworden. Want eerst kwam mijn oma altijd met dingen van Action. En je kon echt gewoon in elk ding in haar huis aanraken. En dan zei je, oma, waar is het van? Ja, van die Action is dit en dit is van die Action. Cole heeft vandaag geen zin om op de camera te komen. Maar ja, hij is met zijn vriendin die wel graag alles wil filmen. Nou, gaan we alle spullen? Oh ja. Gaan we het weer doorgeven? Ja. Oh, dat ga je even met de camera in je hand doen. Ja. Moet ik weer die stok er... Kijk, als ik die stok er tussen doe... Dan... Dan wat? Dan gaat die lift toch niet dicht? Oh, nee. We zijn nu in ons huisje. We hebben alle spulletjes even in de badkamer gezet. We hebben echt van alles gekocht. Schoonmaakspullen, verspullen. Natuurlijk nog wat leuke koopjes bij de Action. Maar dat ga ik vanmiddag wel even laten zien. Want ik ga even sporten. En na het sporten komt dan de aannemer zoals ik verteld had. Dus dan zal ik het wel even laten zien en de rest filmen. Tot zo! Dit is 4,55. Nou, de aannemer is net geweest om naar de vloer te kijken. Hij heeft alles opgemeten en hij heeft even berekend wat het ongeveer heeft zou kosten. En hij had wat plankjes meegenomen om even te kijken. Maar eigenlijk willen we nog wel alle kleuren zien. Dus wij gaan straks naar zijn loods, denk ik. Ja, loods. En dan gaan we even kijken wat voor kleuren die allemaal heeft. Dus ja, dan gaan we even een vloertje uitkiezen. En ik had dus nog die spullen bij Action gehaald. Ik dacht, ik laat jullie wel een beetje zien. Nou ja, ik ga mijn camera even omdraaien. Kijk, eigenlijk gewoon niet zoveel. Nou ja, niet zoveel. Ik heb dit al gekocht. Ik weet het, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want dat heb ik nog lang niet nodig. Maar ik hou echt van deze kleuren doekjes. En ik was er toch. Als ik namelijk de was draai en ik doe een doekje erin. Dan weet ik gewoon zeker dat mijn kleding nooit zou verkleuren of iets. En nou ja, ik had gewoon natuurlijk. Oh ja, die emmertjes heb ik gehaald. En schoonmaakspullen en zo. En een foto hierin. Oh ja, verfspullen. Dat hebben we bij de Gamma gehaald. Oh ja, Swiffer. Dat sloeg eigenlijk ook nog helemaal nergens op. En ik heb dit gekocht. Oh, kan je het zo zien? Dit is zo'n grillapparaat. Maar wij hebben die in het andere huis. En ik zweer het, hij is zo goed. Ik kan er echt zulke lekkere tosties mee maken. Ik dacht, nou, ik moet dat ding weer hebben. En volgens mij is hij echt maar 20 euro of zo. En ik heb ook heel leuk. Kijk nou, hoe enig. Van die lichtjes gekocht voor op het balkon. Voor we weggaan wilde ik ook dit nog even laten zien. Kijk hoe leuk, dat hebben we van Colin's moeder gehad. We zijn nu dus bij Design PVC Vloers, bij Nick. En we zijn even een kleurtje uitkiezen voor de vloer. Ik zal jullie wel eventjes meenemen. Even kijken hoor. Ja, maar dat is ook een meest volgende, jongen. Zo. Maar dit is echt wat ik net...
Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is dus eerste paasdag. Oh ja, het is al middag, want het is al 2:30. Nou, we hebben dus onze laatste paaslunch of brunch, nou ja, late lunch inmiddels, in het huis van Cole en Moor. En we zijn het nu een beetje aan het voorbereiden. Dus ik ben de tafel al een beetje aan het dekken. En Colin is de croissantjes aan het maken. Goed voor jou, Rini. Ja. Kijk hoe goed je dat kan rollen. Geweldig. Oh, echt. Dus jij kan in het nieuwe huis altijd croissantjes voor mij maken. Ja, ik denk dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben. Nou. En Sis heeft het koud, dus die heeft even mijn badjas aan. Ja. En ze is de sla aan het wassen, want Joan gaat zalmreppies maken. Oh, wacht. Ik had deze ook deed het op, hè? Ja, we hebben leuke oren. Ja, er zit ook niet veel in. Nee, 6 zijn het er. En dan hebben we nog... Ja, oh, dit hebben we helemaal niet gekocht net. Maar dat Joan wilde chocola. Die werd net zo grijs dat het geen pure chocola was, ja, natuurlijk. Ja, echt heel jammer. De lekker aardbeidjes en zoetigheid. Eitjes. En dit gehaald. Van die leuke prikkertjes. Even klaar, hoe moet ik dit zien? En dan ga ik zo van die broodrolletjes maken met carpaccio. Lekker allemaal. Alsjeblieft. En hoe vind je, wat vind je van onze laatste paasen samen? Spanje. Hey! Oh. Ja, kan ik een piep erin verwerken? Nee, doe eens al piep. Ik weet wel. Oké. Ik doe al een piep. Ja, vind je het lekker, Corrie? Moreno geniet ook. Ik ben helemaal loezig, grap. Moor heeft nog een kaart. Love you to the moon. Hamish. Kijk, hallo vrienden. Hallo, happy Easter. Maar? Ja. Je bent nog Paya, hè? Nee, ik. Jawel, je bent nog Paya en dan. Maar ook gezellig, hè? Mooi die oren ook. Hoe vinden jullie, jongens, de laatste paas in jullie huis? Zo'n depri klinkt. Zo'n depriment, de paas. Volgend jaar ga je hele huis relligen. Geloof met al die plinten eruit. Kijk hoe rood Moreno zijn hoofd is. En hoe wit ik ben. Ja, dan moet je een zwaar ook op dat soort podium gaan. Ik heb verschillende kleuren hier. Ja, maar we kunnen aan de zonnebank, ja. Nou, jongens, het is echt het slechtste nummer wat ik de afgelopen jaren heb gehoord. Wat een verschrikking dit lied. Maar leuk om zo wakker te worden. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren helemaal niet gefilmd. Want Cole en ik zijn helemaal niet in het huis geweest. Ik heb toevallig wel eetkamerstoelen besteld. Mooie beige fluwelen. Althans, mooi, dat hoop ik. Want ik heb ze alleen op de foto gezien. Wij zijn nu onderweg naar Zitmax, want we gaan kijken voor een bank. En in de middag moet ik heel eventjes werken. En daarna ga ik schilderen met Amier en Joan. Ja, ik neem jullie gewoon wel een mee vandaag. En ik ben benieuwd wat jullie gaan vinden. En ik hoop dat wij een leuke bank gaan vinden, hè, Wim? Ja, dat komt wel goed, denk ik. Ja? Ik wil ook natuurlijk een velvet bank natuurlijk. En een beetje taupekleurig, daar zijn we naar op zoek. Je niet vertellen dat het sneeuwt? Ja, wat een kleur is hier. Niet normaal. Kan je het zien? Ja, ik ben nog niet zo goed hier helemaal mee. Maar ja, Nederland, hè? Dan sta je bijna buiten je bikini en daarna kan je weer je snowboots aan. Echt verschrikkelijk. Maar ja, ik hou wel van Nederland eigenlijk. Maar ik vind het weer eigenlijk verschrikkelijk. Tot zo! Dit is de bank die wij op internet hebben gezien. Wat vinden jullie? Ik vind die kleur wel echt mooi, hoor. Jij ook? Deze kleur. En hij voelt ook echt zacht. Ik weet niet. Vind je die kleur niet zo? Maar er zijn wel meer kleuren natuurlijk. Ik vind het wel een mooie kleur, hoor.
Hij is wel echt enorm groot. Hij mag wel iets kleiner. Maar hij is 3,18 kilo. Zo groot. Maar dat past niet in ons klein huisje hoor. Oh, hier zie ik mezelf wel op liggen hoor. Het is helemaal top dit. Kijk nou. Lekker benen gestrekt. Cool. Je kan iemand van 3 meter op liggen zo lang zijn die dingetjes. Ik vind het helemaal top. Maar we kunnen het er ook toch gewoon eventjes vragen. Heb je de afmeting gevonden? Ja. Hij staat bovenaan. Oh. Hij heet Le Pradet. Le Pradet? Wat een leuke dingen in die kast. Wat enig dit. Maar wat vind je hiervan, Cole? Dit is toch helemaal leuk, dit? Nou, Cole is niet zo gek op goud als dat ik dat ben, maar goed. Nee, niet zo gek op goud, maar mijn hele huis staat vol. Dat hoort er toch een beetje bij. Het is luxe, Colin, goud. Schilderteam is arrived! Yay! En wat hebben we nodig tijdens het schilderen? Helemaal top, dit! We zijn nu weer terug in het huis van Cole en mij, want we zijn net naar de zitmax geweest, zoals jullie gezien hebben. En we hebben een bank uitgekozen, yay! Even kijken hoor, ik kan wel even laten zien natuurlijk. We hebben deze uitgekozen. Beetje een toonkleurtje. Ik heb ook een stofzaaltje meegenomen. Kijk, dit krijg je zo'n leuk kaartje mee. Met je stofzaaltje. Dus dit is de kleur die we hebben gekozen. Echt very pretty. We waren het ook wel heel snel met elkaar eens. Dus dat was ook echt top. En ja, daarna heb ik komen naar werk gebracht. Ben ik gaan werken. En zijn we met Amie deze kant op gekomen. En nu gaan we dan een keer bieten. En een keer schilderen. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat met ons. Maar ja, even gezellig, even zin in. Kijk eens hoe schattig Amjé is. Ze heeft helemaal een taartje meegenomen om ons huis in te leiden. Weiden, wat is het? Kijk nou! Het ruikt lekker. Ik wil het. Net ook zo'n microfoon die je gebruikt met interviewen. En hoe vind je het verf gaan? Nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ben ik achtergekomen, ik schilder niet een bal of een aap of een dagelijks. Maar ja, ik moet maar niet. Oké, we gaan door naar de volgende verver. En om jij, hoe vind jij het verf gaan? Oh, ik denk dat ik mijn passie heb gevonden. Dat is helemaal mijn ding. Kijk, leuk. Het is toch niet normaal? Alsof het winter is. Zie, ja. Kijk! Nou, het is gewoon een lijpe sneeuwstorm.
Vandaag heb ik schilderhulp van Lin. En vanochtend heeft... Wat zit je nou allemaal te lullen? Ja, je moet dit filmen. Wat moet ik filmen? Ja. Ja. Nou, Joan heeft vandaag een autootje gehaald, maar die krijgt hij niet aan. Dus ze heeft Colin gebeld met, je moet me helpen. Oh, ze heeft hem aan. Maar in ieder geval, het is dus woensdag en ik heb vanochtend school gehad, of online. En Colin was in het huis aan het schilderen en net ben ik met Lin bezig schilderen. En Col en Moor hebben onze kast opgehaald bij de IKEA, dus die hebben het in de box gezet. En ja, we gaan vanavond gewoon weer lekker schilderen, dan gaan we lekker door. Hoorde mijn zuster. Ja, heel slim. Ik heb geen schoenen aangedaan. Nee, Lin, je gaat niet mee. Ik pak wel nieuwe sokken straks. Met haar waggy. Voel je nu een auto hebt? Ja, hij voelt alsof hij echt voor mij gemaakt is. Echt waar. Oh, gadver. Ik voel me... Mijn sokken zijn helemaal nat. Dit is dus de kast die we besteld hebben. De kledingkast. Die komt dus in de tweede slaapkamer. Met ja, schoenenrekjes en laadjes. Een glasplaatje, noem maar op. En we hebben het net dus hier eventjes in de berging gezet. Echt super zwaar al die dingen, maar goed. Dus, oh ja, we hebben ook nog leuk van die bakjes waar je sieraden en zo in kan doen. Of je zonnebrillen. Nou, echt super zwaar. Dus bij de IKEA gehaald. En die mannen hebben hem net hier dus even in de box gezet. Want als de vloer er dus in staat, als er geschilderd is, ja, dan moet hij nog naar boven getild worden en in elkaar gezet worden. Welkom weer bij een nieuwe dag. Het is vandaag... Welke dag is vandaag? Het is donderdag. Ik moet echt zeggen, door die corona en zo, ik heb gewoon helemaal geen besef meer van welke dagen het nou zijn. Ik denk, iedere keer is het nou weekend, is het nou door de week? Ik weet het gewoon niet. Maar ja, het is dus vandaag donderdag. Gisteren hebben we dus nog eventjes wat geschilderd. En ja, ik hoop dat we daar nu wel mee klaar zijn. Maar ja, we kwamen er dus... Nou ja, ik zeg het wel heel leuk. We hopen dat we mee klaar zijn. Maar we kwamen gisteren weer achter kleine stukjes die we vergeten zijn. Dus dat ga ik straks even doen. En ja, ik wilde ook gewoon eventjes gaan schoonmaken in het huis. Ik heb zojuist een afspraak gemaakt voor zaterdag. Om eventjes naar de Quantum te gaan om voor gordijnen te kijken. En ik ga straks eventjes langs de HEMA. Want ik heb dus hele mooie borden gezien bij de HEMA. Ik zoek wel even een fotootje voor jullie op. Misschien is dat wel leuk. Tijdens deze borden van de HEMA. En ze heten Rome of Rome, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik vond ze wel heel mooi. Want ze hebben dus zo'n opstaand randje. Kijk nou, dat is toch... Nou, ik vind het helemaal enig, weet je. Dus ja, daar ga ik eventjes voor kijken. Ik had een deel eigenlijk al online besteld. Maar het grote bord hadden ze dus niet online. Dus die ga ik zo eventjes in de winkel bekijken. En ja, dan hoop ik maar dat dat wat is. We hadden ook de eetkamerstoelen, kan ik ook wel direct even laten zien, die ik besteld heb. Dat is deze. Oh. Dus een beetje beige champagne kleurig. Dus ik ben wel ja, benieuwd hoe die er in het echt eigenlijk uitzien. En die komen als het goed is ook binnenkort binnen. Dus ja, ja. Wat heb ik nog meer over te vertellen eigenlijk? Ik ga jullie vandaag gewoon weer lekker meenemen. En Noedie! Nog niks gedaan, lekker met een taart. Ja, ze dus nog even een stukje van een meer taart eten. Deze gaan. Ja, vind je het lekker? Heerlijk, gelukkig. Je hebt een goede uitgekozen dus. Heerlijk. Nou, we zijn weer even in het huisje. En we waren net dus eventjes bij de HEMA. En ik heb die borden gehaald. Ze waren echt wel mooi. En de prijs was ook echt goed. Ik hoop nu dat de kwaliteit natuurlijk nog goed is. Maar dat ga je natuurlijk pas zien op lange duur. Nou ja, gewoon als we het gaan gebruiken.
Noor is niet zo goed in verven, dus die gaat maar de wc boenen. Oh, ja. Ik ben eigenlijk dus ook niet goed in verven, maar we gaan wel zien wat we ervan maken. En ja, we gaan maar aan de slag. We zijn nu weer in de HEMA in de stad. Hè, Noedi? Want ik had dus die borden gehaald net. Maar ze hadden dus van die grote borden. Die hadden ze dus alleen maar in een... maar 8 hadden ze ervan. En ik moest er natuurlijk meer hebben. Want als mensen komen eten, dan wil ik natuurlijk dat iedereen hetzelfde bord heeft. Althans, nu kan dat misschien niet, maar voor later wel. Dus ik ben nu voor de andere HEMA. Oh. En hier hebben ze dus genoeg voorraad. 25 euro. Strijkijzer? Nou, je moet wel strijken toch? Van de HEMA? Nee hoor, dat koop ik wel ergens anders denk ik. Hoezo? Is die goed? Wat heb jij met de HEMA? Het is een hele mooie winkel. Nou, ik vind de borden wel echt enig. Prachtig. En Noor wil dus dat ik Ketel Binky ga kopen. Dat is een leuk ding. Maar ik wil niet Ketel Binky. Met Noora in de stad bent, beland je natuurlijk bij McDonald's. Heerlijk. Dus we hebben even allebei een Happy Mealtje gehaald. En morgen, of Colin belde me dus. En misschien kan hij morgen al met de vloer beginnen. Dus dat is echt top. En ja. Ik heb maar niet eens gezegd. Ja. Oh nee, dat moest je nog vertellen. Oh ja, grapje. En hij heeft toch eventjes een schilder gebeld om te vragen naar advies. En die gaat misschien eventjes naar kijken. Dus hopelijk dat het een beetje goed komt. En dan wil ik eigenlijk bij deze de vlog afsluiten. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. En laat het me gewoon eventjes weten in de comments. Bedankt voor... Nou, lekker einde. Bedankt.